Vandaag is het een mooie dag voor alle kinderen in Nederland die opgroeien in gezinnen waar niet zoveel geld is. Want voor deze kinderen is er vanaf volgend jaar 100 miljoen structureel, dus ieder jaar opnieuw beschikbaar, om de dingen te kunnen krijgen die zij nodig hebben om gewoon mee te kunnen doen. En vandaag heb ik daarover afspraken gemaakt met alle gemeenten in ons land en met 5 stichtingen. De Stichting Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, de Stichting Leergeld, Jarige Job en Kinderhulp. Zodat de stichtingen samen met de gemeente ervoor gaan zorgen dat alle kinderen de spullen krijgen die ze nodig hebben. En dan praat ik over zaken als muziekles, de sportclub, de bibliotheek, een dikke stevige winterjas, de schoolspullen, het schoolreisje, noem het maar op. Heel erg belangrijk dat alle kinderen hier gebruik van kunnen maken. Dus mijn oproep is natuurlijk ook, meld die kinderen aan, want wat is het belangrijk dat we er allemaal voor gaan staan. En wij van de Partij van de Arbeid staan er natuurlijk enorm voor. En ik ben er hartstikke blij mee dat dit nu is gelukt. Doet u ook mee? Dank.